Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Ik ben in mijn chill outfit en ik ga vandaag beginnen met decoreren voor de herfst. Ik zeg beginnen, want er zijn enkele items die ik nog heel graag wil. Maar alleszins ga ik beginnen met wat ik heb. Ik ben vandaag naar Floralux geweest met Celine en we did some damage. Oké, ik ga jullie laten zien wat ik bij Floralux heb gekocht. Ik heb wel wat gekocht. Dat is foei, maar oké. Voor de herfst heb ik nog niet zoveel spullen. Kerstmis wel, want bij kerstmis mag ik niks meer kopen. Ik hoop dat dat lukt. En voor de herfst heb ik gewoon niet veel. Dus ja, ik zie trouwens daar al iets staan wat ik net heb gezet. Dit is het eerste wat ik heb gekocht, deze bloempot. Het ziet er zo uit met goud. En ik dacht, dat is kei cute. Zo wit en goud en dat past wel mooi. Als volgende heb ik deze lichtjes gekocht. Ze zien er zo uit, dat zijn ze van die bredere. Ik weet niet of je dat goed ziet. Dus die zijn breder. Ik weet dat de IKEA er zo heeft. Maar die kosten best wel wat. Deze waren goedkoper. Dus ik dacht, ik pak deze. Want ik wil graag in die hoek, denk ik, zo'n lampjes slinger maken. Maar ik wacht nog op haakjes. Zo van die haakjes zonder nagel. Dus die heb ik besteld bij bol.com. Maar ja, het zijn er zo. En dat wou ik dus kei graag. Dan heb ik kussens gekocht. Eerst dit bruine zachte kussen. Dan dit bruine textuurkussen. Trouwens, Floralux is van prijs echt wel best cheap. Want dit kussen bijvoorbeeld kostte €14,95. En als je naar de Maison du Monde gaat, betaalt je echt €14,95 voor de binnenkant, gewoon voor de vulling. Dus ja. Dus dit, een okergeel. Je gaat het kleurenthema wel kunnen zien, denk ik. Dan dit. Dat is zo meer een boho kussen, maar dan met bruin, grijs en wit. En dit vind ik echt zo mooi. Het ziet er zo uit. Dat is echt een mooi kussen. En nog dit. Geel. Dus dat gaat het kleurenthema zijn. Dan heb ik deze eikel gekocht. In wat voor kleuren was zelfs koper, zoiets, zilver met koper. En een kleine variant heb ik gekocht. Dan heb ik nog deze pompoen gekocht, maar die weegt wel veel. Daar kun je dus een kaarsje insteken en ik wou die ergens op mijn vensterbank zetten. Dan heb ik kaarsjes gekocht. Ik had er nog een paar, maar die branden maar 4 uur en deze zijn 8 uur. En dan nog twee dingen. Een kaars van Spaas. En deze is appelkaneel. Oh, die ruikt echt super lekker, vind ik. En dan nog een kaars van Woodwick. En deze noemt Fireside. Ziet er zo uit. En dat is zo met die houten dingen wat zo'n knisper geluidje maakt alsof je aan een vuur zit. En deze ruikt ja naar een kampvuur of zo. Maar ik ga deze spulletjes al even een plaats geven.
Ik heb nog een hele zak met herfstspullen. Ik was nu aan het denken waar ga ik dat geel kussen zetten. Ik kan het toch beter hierin zetten. Dat is way cuter. Ja. Oké. Opgelost. En ik heb het zo een beetje ingericht. Ik hoop dat jullie het nog kunnen zien. Ik ga een beetje lichter zetten, want het is wel wat donker. Dit is de zetel. Alle kussens die erin staan zijn van Floralux. Behalve dit, dat is van H&M Home. Dan hebben we dit tafeltje. Oh, daar moet ik nog een kaarsje in zetten. Nee. Mijn zetel ziet er trouwens echt zo erg uit. Oh, allemaal zo van die dingen van nagels. Ik weet niet of jullie dit gaan zien. Ja, ik denk het wel. En de zetel zijn allemaal ringen van de katten. Great. Dus dan hebben we het salontafeltje. Dit opgezet. Dit is van de Action. Van vorig jaar wel allemaal. En dan deze takken zijn ook van de Action van vorig jaar. Die dingetjes zijn van de OK van vorig jaar. Dus heb ik er 3. Het kussen is ook Floralux. Hier staat dat dan. Mannekes. Lukt het? Eens kijken wat er dan nog verandert. Hier is het dit eigenlijk. Ik wil ook niet too much doen. Dan hebben we hier dit. Dat is ook allebei Action. Yankee Candle en Autumn Glow. Autumn Night is deze. Dan hebben we hier nog een pomponnetje. Moet ik ook nog een kaars aan doen. En dan hier op de tafel heb ik eentje erbij gezet. En dan hier ligt een blad, ook van de Action. En een slinger, die is ook van de Action. Al mijn kaarsen zijn ondertussen aan. Gezellig. Weet je, je moet dat doen voor je eigen, hè, soms. Want soms denk ik, waarom doe ik mijn kaars aan? Ik ben alleen. Maar je moet dat voor je eigen doen. Dat is belangrijk. Bij Herfst Makeover moeten we natuurlijk niet alleen het appartement makeover geven. Maar ook mijn gsm achter hier rond. En mijn laptop achter hier rond. Hoort erbij. Oké, we gaan naar Pinterest. En smart as I am, heb ik al een bord van Autumn. Ik heb dat al een tijd geleden aangemaakt. Allee, een tijd geleden, een week of zo. Dus daar verzamel ik van alles. En dat kan ik ook elk jaar opnieuw aanvullen. En naar kijken voor ideetjes en zo. Maar ik sla daar dus ook achtergronden en zo in op. As you can see, ik denk dat ik deze ga nemen voor mijn dinges, voor dit, hoe noemt dat, uw bureaublad, achtergrond, of hoe noemt zoiets, ik weet het eigenlijk niet. Zien. Oké, dan gaan we deze instellen als achtergrond. Wacht, ik ga een beetje smaller maken. Stel in. Hoe noemt dat? Is dat je toegangsscherm? Nee, je beginscherm, denk ik. Ja. Tada! Lekker festive. Nu wil ik nog een mooie voor hier. Ik zou het liefste eentje met mijn katten willen. Maar het is al te donker om nu nog een nieuwe foto te maken. Dan kan ik wel ongeveer hetzelfde maken, maar hier dan zo herfstdingen zetten. Dus, let's search. For another, hè. Oké, ik ga even kijken wat ik mooi vind. Oh, dat is moeilijk, hè. Want er zijn wel veel cutie dingetjes. Deze misschien. Want vanaf morgen is het oktober, hè. Allee, voor mij, voor jullie is het wel al oktober, denk ik. Of dit is ook wel cute. Oh, dit is ook cute, maar ik drink geen chocolademelk. Of it's spooky season. Oh, of deze. Oké, ik ga deze pakken, denk ik. Ik ga toch nog eens kijken. Oké, dat is alles wat ik heb. Dit is dan ook wel nog tof. Nog wel cute. Maar oké, ik denk dat ik degene ga nemen. Of deze.
Ik wil wel oktober. Ja, misschien toch deze. Eens kijken. Oh ja, die is wel tof. Stel in. En dan is dat toegangsscherm. Oh ja, oké. Okay. Super cute. Plus een ander gsm-hoesje. Moet ook, hè. Want ik vind als je alles verandert, dan moet je het te goed doen. Ik moet trouwens zelfs mijn was opruimen. Oké, ik heb nu dit hoesje. Het ziet er zo uit. En ik ga er een ander rond doen. Deze erop doen. Sorry trouwens als ik er zo ongemakkieerd uitzie. Maar ik ben vandaag naar Bars & Beyond geweest. Dus ik heb vandaag geen lash lift gedaan, maar wel een lash kleuring. Dus mijn lashes zijn een beetje gekleurd en mijn brows zijn gewoon bijgeshaped. Ik heb die gemicroblade bij Brows & Beyond, maar ze hebben die zo rondom geharst en geëpileerd. Dus dat hebben ze vandaag gedaan. En daarom had ik ook niks op mijn gezicht. Oké, hoesje. Hoesjes. Het zijn er echt zoveel. I don't know. Ik ga eerst even kijken wat de opties zijn. Dit zijn de opties waar ik voor wil gaan. Of dit. Of misschien ga ik hier nog heel even mee wachten. Of dit. Ik weet het niet. Maar ik weet niet of dat zo herfstig genoeg is. Of dit. Zo, dat retro hoesje, maar dat is ook echt wel heel herfstig. Het heeft echt felle herfstkleuren. Ik vind dit persoonlijk het schattigste met de pompoentjes en de egeltje. Maar ik denk misschien dat ik hier nog 2 weken mee ga wachten. Want ik weet dat ik dit beu ga zijn binnen 2 weken. En dan weer wil veranderen aan een ander. Dus dan ga ik denk ik dan met dat egeltje nemen. Dus ik denk nu dat ik voor deze ga gaan. Die is ook wel heel herfstig toch? En nu is er nog 1 ding te doen. Mijn laptop achtergrond veranderen. Deze staat er nu op. En we gaan er iets herfstig op zetten. Zoals bij mijn gsm heb ik ook hier al een paar wallpapers opgeslaan. Zoals deze met die kop. Waar staat Hello Fall? Of deze. Eentje met blaadjes, pompoenen. Deze. It's Tea O'Clock. Vond ik ook wel schattig. Happy Fall. Deze. Of deze. Maar ik denk dat ik voor deze ga gaan. Als die groot genoeg is. Of course. Deel wat ik heb gedaan. Als ik mijn haakjes aankrijg, ga ik de lampjes nog doen en misschien nog pompoentjes als ik er nog vind. Maar dat ga ik hier wel aanplakken. Dus dat zien jullie zo dadelijk in deze vlog. Natuurlijk moet het, hoe noemt dat, bulletin board? Nee, ik weet niet hoe het noemt, maar alleszins, dit bord moet ook veranderd worden. Nu staat er Why be moody when you can shake your booty? Die vind ik heel tof, maar er mag nu wel een quote op voor de herfst.
Terwijl ik trouwens mijn bord aan het maken ben, luister ik op Spotify naar Fall Jazz. Want ik zag bij iemand op Instagram die ik volg, een blogster van Amerika, dat die altijd op Pandora Fall Jazz luistert. En dat is zo leuk. Ik heb dat nu al een paar keer opgezet. Maar dat is zo cozy en fall. Ik vind het echt tof. Dat is zo'n toffe vibe. Dus zeker een aanrader. En het hangt op. The only thing getting lit this weekend are my fall scented candles. Maar dit weekend ga ik wel naar Amsterdam, dus misschien word ik ook wel lit. En ondertussen heb ik ook mijn lichtjes gehangen. Ik weet wel niet heel zeker als ik ze zo ga laten hangen. Ik ben nog aan het twijfelen. Ofwel wil ik ze van daar zo naar daar hangen. Maar ik weet het nog niet. Ik ga nog even nadenken. Voorlopig ga ik ze zo laten hangen. Want die haakjes zijn ook nog niet aangekomen. Ik heb die nu aan die haakjes van die vlagjes gehangen. Dus dan kan ik ze misschien wel zo hangen. Ik denk wel dat dat cuter gaat zijn. We will see. Oké, ik heb ze nog eens veranderd en ik heb ze zo gehangen nu. En dan gaan die hier verder opzij. Vind ik ook wel nog tof. Maar ik weet het nog niet zeker. I'm not sure. Ik weet het nog niet zeker. Ik ga ze nu toch zo laten hangen. En dan ga ik tv kijken, want het is al, denk ik, 8:30. Dus zo ziet het er nu uit. Oké, het is gewoon 7:30. Ik dacht 8:30, maar ik wou even laten zien. Ik heb ook nog een achtergrondfoto gemaakt. Met die kader, met de katjes. En hier staan de pompoentjes. Cute. Oké, hier ga ik mijn vlog nu ook afsluiten. Ik ben trouwens een beetje ziekjes. Ik heb al 2 dagen echt heel veel last van mijn maag en darmen. Ik weet niet hoe het komt. Dus het is niet echt heel plezant. Maar ja, hopelijk vonden jullie deze vlog alleszins leuk om mijn herfstdecor en door te zien. En mijn appartement makeover. Ik vind het alvast wel heel gezellig. Het is cute. Cozy. Alleen de lichtjes, ik ben echt niet zeker. Maar dat ga ik nog zien. Jullie zullen dat ook wel zien in een van de volgende vlogs. Als ik dan nog mocht veranderen, dan komt dat wel nog. Dus hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer.